De vierdaagse van Lichtenvoorde. Dit jaar langer dan ooit. Ja, want voor het eerst is de donderdag erbij gekomen en hebben we dus echt vier dagen lang feest, schik. Bij de Zwarte Cross. Ja. Jij bent erbij, vier dagen lang, want wij gaan je alles laten zien. Veel plezier! Gaan. Even uur zijn we weggereden. En waarom zo vroeg? Ja, best een stukje rijden vanuit Limburg. Dus, en je wilt ook een klein beetje vooraan erbij staan. Wat is nou het allerleukste van deze optocht? De sfeer eromheen, de mensen, de caravans met al die leuke slogans. Ja, mensen zijn gezellig. Ik heb nog niet echt een hele mooie gezien, maar sommige vind ik ook wel leuk. Waar kijk jij naar? Ook wel een beetje hoe ze het hebben gemaakt. Het is echt feest. Hoe is dat voor u om dan hier te staan, zo ertussenin? Ja, dit is, ja, of je gaat daar zitten kijken, maar nou ben je er gewoon bij. Dit is hartstikke leuk. Staat er minder in. En wat is het eerste wat jullie gaan doen als jullie aankomen? Pilsje drinken. Dan moeten we nog wel een beetje opbouwen en aan elkaar schroeven en dan zijn we er klaar voor. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het niet een beetje vroeg? Nee, normaal sta ik ook al 5 uur op, 4 uur. Wat moet je doen dan 's ochtends? Melken. Koeien melken? Tuurlijk. Oh, natuurlijk ja. Dat is mooi werk. Ja, ik vind het een beetje vroeg namelijk op de donderdag, zo vroeg beginnen. Nee, dat is normaal. Ja? Ja, gewoon doorgaan. Oh! Ik kom eens even tussen jullie in. Jullie hebben heel veel meegenomen. Ja, klopt. Ja, we moeten natuurlijk wel genoeg hebben voor het hele weekend. Ja, en één dag extra. En een dag extra inderdaad. Dus nou ja, gelijk maar gepakt en een bolderkar aangeschaft. En nu zijn we hier. Ik ben nog wel van plan dit weekend. Ja, alleen maar gezellig uit de bier drinken. Dus, en dit dan allemaal? Ja, je moet toch iets kunnen slapen. Slaap je onder toiletpapier? Ja. Oh ja? Nee, ja, voordat wc-papier weer op is. Oh. Vorig jaar ook al, dus... Oh ja? Denk je, zeker voor de onzekere, laat ik het zelf wel meenemen. Ja, het lag toevallig nog in de auto. Intussen is hier ook een dame van een of andere televisiezender voor ons gekomen. En die is erin geslaagd om met een rol zilverpapier een broek te maken. Ze ziet er ook fantastisch uit, dat moet gezegd hier vlak voor onze studio. Het is helemaal open, Zwarte Cross 2024 is officieel begonnen. Staat. Ja, heerlijk. Ja, ja, fantastisch. Ja? Ja, we staan weer toch recht voor het Walhalla, dus als we dan tot een uur of vier doorgaan, dan hoeven we niet zo ver mee te lopen. Nee. Dat is heel goed dan, want meestal kan je ook niet zo heel ver mee lopen dan. Dus. Hey, maar het is nog geen 8:30. Ja. De poort is een half uurtje open ja. En jij staat al. Ja, nee, maar dat is traditie. Hè. Nou is het natuurlijk 2 uur eerder als vorig jaar, maar je staat wel, je hoort wel natuurlijk met een blik bier voor de ingang te zitten als het vuurwerk afgaat en de kabietkanonnen, toch? Ja, ja. Ja, dat is het. Ja, hij valt wel op. Bijna niemand heeft zo'n tentje. Een bijzondere Volkswagen tent. Gaat dit overleven tot zondagavond? Dat hoop ik wel. Hij is al 2 keer eerder overleefd, dus het moet goed gaan, denk ik. Nou, is er nog een heel leeg veld en jullie besluiten om hier te gaan staan? Ja, dit is al 3 jaar onze vaste plek. En waarom deze plek? Je zit dicht bij de toiletten, bij het eten en drinken. En als we hier komen aanlopen, dan zien we hem gelijk staan. Dus we weten waar we 's nachts heen moeten. Ja, nou, dit is gewoon zo en dan... Ja, wat lege blikken bier. En dan gewoon lekker hier ook mensen kijken. Want er zijn zulke mooie mensen hier ook. Ja, wat komen er voor mensen hier dan? Ja, ik denk alleen maar mooie mensen. Mensen die niet moeilijk doen, zou ik zo zeggen eigenlijk. Het Zwarte Cross is eigenlijk een festival voor mensen die niet moeilijk doen. Hè? Een grapje of een sneer, dat wordt hier gewaardeerd. En dat wordt niet uitvergroot. Mensen zijn hier niet zo snel op de teentjes getrapt, denk ik. Okay. Zoals het eigenlijk zou moeten zijn in een ideale wereld. Nou, zoals het zou moeten zijn. Of zoals het bij ons in het dorp in Brabant ook is, zeg maar.
eigenlijk. Dus je voelt je helemaal thuis? Ik voel me hier helemaal thuis, absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik zeg altijd, ik kom nooit de rivier over. Even vanuit Brabant, maar wel voor de Zwarte Cross. Ja, ja, mooi. Ja. Nou, ik zou zeggen, welkom thuis. Ja, dank u wel. Dank u wel, we gaan genieten. Zwarte Crossers! Yeah! Al een beetje goede zin of niet? Sap vloeit al rijkelijk. Ja, heerlijk. Het is wel lekker om het Zwarte Cross hoor. Echt. We zijn begonnen. Wat gaat er gebeuren dit weekend? Lekker muziek kijken, cross kijken, beach drinken, schik maken. Ja, wat wil je nog meer? Is dit het mooiste weekend van het jaar? Nou, komt goed in de buurt. Ik denk het wel, ja. Wat ga je allemaal doen dit weekend? Nou, vooral veel Achterhoekse bands kijken. Ik kom uit de Achterhoek, maar ik woon al 10 jaar in het Westen. Dus ik heb deze gasten allemaal meegenomen. En ik hoop dat we een heel leuk weekend hebben. Geweldig die schoenen, hé. Mooi, hè? Ja, mooi, zelf gemaakt. Ja, wat daarboven zit is niet zo mooi. Nee, maar ja, dat kan gebeuren, hè? Ja. Kom je daar het hele weekend wel mee door? Met een beetje rust wel. Ja. Is dit de traditie? Ja, zeker, zeker. Ja. Hoeveelste keer al? Dit is mijn derde. Dus dat, ik ben al 19, dus 2 keer op de camping. En waarom blijf je terugkomen? Ja, het is toch geweldig. Het is gewoon geweldig. Het is gewoon leuk. Hebben jullie er zin in? Zeker. Ja? Wat gaat er dit weekend gebeuren? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet? Waar kijk je naar uit? Gewoon naar het zuipen. 1, 2, 3, 3. Eén grote steunovatie voor Tante Ricky! Ja, de jaarlijkse mooi, alcoholcontrole, maar wel een bijzondere, want je hoeft hier niet te blazen. Je hoeft niet te blazen, maar je caravan wordt wel compleet binnenstebuiten getrokken. Paden tot nu toe dit jaar? Voor mij 10 pakjes Nozem en een paar blikken van vorig jaar van Radler. Van vorig jaar, die kon je vorig jaar niet terugvinden. Ja, dat was het. Het is elk jaar wel een beetje een kat-en-muisspel, toch? Ja, dat is toch. Is dat ook wel een beetje het leuke eraan? Ja, bedankt. Is het goedgekeurd, mannen? Zeker, ja. Top. Dus je hebt er buiten binnen? Ja, ik heb er buiten. Ja, wegwezen dan. Veel plezier, hè? Ja. Proost. Moet je even een boormachine pakken? Volgens mij willen ze het hele ding open gaan breken, of niet? Ja, ze gaan de gang, maar ik heb niks mee, dus. En, Pees? Deze is leeg. Helaas. Dit was toch wel de perfecte plek geweest, zou je denken? Hij is ook goed dichtgeschroefd. Wordt het nou elk jaar moeilijker voor jullie om te vinden? Ze worden steeds inventiever. Hoop je nou ook altijd wat te vinden, zeg maar? Is dat ook de kick voor jullie? Het is een kat-en-muisspel. Dat is het mooiste wat er is. Waar let je nou op? Wat zijn nou potentiële plekken dat je denkt, ja, daar moet ik zijn? Nieuwe planken, nieuwe schroefjes. Zoek niet, ja, daar zit altijd wat achter. Nee, ik snap het wel, maar ja. Waarom dan? Dan halen we waarom snap je het dan? Ja, uiteindelijk moet ook wat eraan verdienen. Ja, toch nog wel wat mee. Ja, met de beveiliging nog wat vandaag, dan waren we weer. Ja, ja, ja. Liefst zou ik het zelf optrekken, maar het meeste gaat allemaal naar de voedselbank toe. Naar de voedselbank? Dat is eigenlijk zonde, voedselverspilling. Is het eigenlijk ook, maar ja. Het is toch een kat-en-muisspelletje, een beetje. Kijk wat je mee kan krijgen. En je stem, heb je die al ergens gevonden? Nee, dus als je die ergens vindt, dan... Misschien ligt die ergens in die container. Ik ga wel even zoeken, ja? Is goed.
een geweldig ding. Ja, gaaf hè? Ja. Hoe kom je erop? Hoe kom je er vanaf? Dat is meestal meer de vraag. Ja. Een ode aan Tante Riki. Ode aan Tante Riki eigenlijk en aan Transformers. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe jij hier aankwam aan dit idee, maar het goed gelukt in ieder geval. Geweldig, ja. Maar wat kost dit nou aan tijd en aan geld? De tijd kun je wegschrijven en geld ook. Dit is onbetaalbaar zo mooi, toch? Pure liefde. Pure liefde, ja. Voor de Zwarte Cross. Eigenlijk wel, ja. En voor Tante Riki. Ja, 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 zeker weten. Michelle, de groetjes! Met de bukkers, officieel geopend is. Wij zijn wel veilig hier, hè? Ja, wij zijn op de Theaterweilen bij het fenomeen. Op een heel mooi plekje, inderdaad. Bij de koningin van de orgelrock, Joke! Dag Joke, hoe is het? Hallo. Ja, super, super. En dit was overweldigend natuurlijk. Hè. Zoveel mensen voor mij gekomen, had ik echt niet verwacht. Nou spraken we elkaar 2 jaar geleden, in 2022, toen u voor de eerste keer op de Zwarte Cross stond. Ja. Toen zei u dat me dit nog mag overkomen. Ja, het wordt steeds gekker. Ik bedoel, als je ziet hoe vervolgens opeens ook buiten Nederland, dat is echt absurd. Ik kan het nog steeds niet begrijpen, want ik ben geen echt professioneel keyboardspeler. Er zijn mensen die spelen veel beter dan ik. Maar ik heb waarschijnlijk een gunfactor, ik weet het niet. U bent in de tussentijd heel erg ziek geweest. Zo erg dat u een tijdje offline was en dat het weinig gescheeld had. Of u had hier niet gezeten vandaag. Nee. Hoe is dat geweest? Ja, ik had 20% kans om het te overleven. Ik had 0 stolling. Maar dat ik dit dan weer kan doen, ja, dat had ik echt met mijn stoutste dromen niet kunnen bedenken. U heeft nu op het grootste festival van Nederland gestaan. Bizar. Wat is het volgende? Wat staat er op uw lijstje nog? Geen idee. Ik wacht het altijd maar af. Hoofdpodium. En de boekingen die gaan naar... Hoofdpodium hoor ik zo roepen. Uw zoon die zegt hoofdpodium. Is dat een stiekem droom? En ja, dat zou ik natuurlijk wel super vinden. Hè? Dat zou echt te gek zijn. Maar daar gaan we toch voor. Volgend jaar misschien wel orgeljoken op het hoofdpodium. Ja toch allemaal? Ja!